je was vanavond. André van Duin mag zijn prijzenkast weer aanvullen. Vanmorgen werd hij verrast in de radioshow Ook Goedemorgen. Hij kreeg een bijzondere prijs, namelijk die van aardigste bekende Nederlander. En ik ga nu aankloppen bij diegene. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is inderdaad goedemorgen. Ja, het is nog vroeg. De aardigste bekende Nederlander van 2023, gekozen door de luisteraars van Radio Veronica. Nou, wat bijzonder. We hebben een mooi award ervoor, die ga ik je overhandigen. Wat een mooi award. Kristal. Prachtig. Ja, de kosten nog moeite zijn gespaard. Ja, mooi. En dan nu de sportvraag natuurlijk. Wat gaat er door u heen? Ja, nou ja, het is natuurlijk vrij onverwachts. Dat je zomaar ineens de aardigste bekende Nederlander bent. Er zijn er nogal wat bekende Nederlanders. Tegenwoordig moet je wel heel echt een loser zijn. Wil je geen bekende Nederlander zijn? Maar de aardigste is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus ik ben daar helemaal confuus van, mag ik zo zeggen. Ik heb daar geen woorden voor. Ik ben daar heel bijna ontroerd van. Jongens, is er nog een geldbedrag bij? Nee, er is geen geldbedrag bij. Nee, helaas. Dat is dan weer jammer. Nee, goed. Ik ben heel blij, want ik ga hem een mooie plek geven. Ik heb een awardkastje. En daar staan allemaal onderscheidingen in. Daar hoort hij zeker bij, want hij is heel mooi. Dat poetsen elke week. Hè? Nou ja, daar heb ik het ergste voor. Was hij net van die afschuwelijke beker van media persoon van het jaar af? Komt er weer Tim Klein met een prijs. Maar is dat hij te grappen of was hij echt een beetje ontroerd? Volgens mij is hij echt wel een beetje ontroerd. En dat is gewoon, ja, weet je, als je André kent, dat is gewoon een hele lieve, aardige man die niks pretendeert te zijn, behalve een aardig mens. En als je dat dan bevestigd krijgt op gezegende leeftijd van bijna 76 jaar, dan kun je dat in je zak steken. En is dat eigenlijk hartstikke leuk dat je dat die prijs er nog niet eerder was. Dat ze me nog niet eerder hebben gebeld. Het is, als je ook ziet van wie die allemaal gewonnen heeft, zeg. Op 2 stond Arne Slot, op 3 Edwin Evers. Het zal ermee te maken hebben dat de makers van het programma van Evers nu dat programma van Tim Klein maken. Maar op 4 Frans Bauer, verbaast ook niemand. Nee. En op 5 Helene Hendricks, de leukste vrouw dus in ieder geval van Nederland. Zal ik je nomineren volgend jaar? Ik weet het niet of het zin heeft. Ik weet het niet.